Goedemorgen studenten en docenten en medewerkers van UvA. Het is vandaag een historische dag. Namelijk, u kunt het al lezen, de Universiteit van de Toekomst is eindelijk gekomen. Mijn naam is professor Protest. En ik wil jullie allemaal van harte welkom heten in de Universiteit van de Toekomst. Het is een alternatieve universiteit waar niet op wordt bezuinigd. En waar jullie kunnen studeren tot in de toekomst. Het is heel erg belangrijk dat wij hier vanavond en vandaag en misschien morgen en misschien overmorgen en misschien overmorgen zullen strijden tegen de bezuinigingen van het hoger onderwijs. En daarom wil ik jullie allemaal binnen uitnodigen. Blijf toch niet staan in de kou. Het is hartstikke gezellig binnen, het is warm. En zometeen zal er een kleurrijk programma van start gaan. Daarnaast wil ik jullie ook verzoeken. Jullie kennen natuurlijk allemaal mensen. Want jullie hebben ook vast allemaal vrienden en zo. Om die ook uit te nodigen. Want die mogen natuurlijk deze Universiteit van de Toekomst niet missen. Net zoals jullie hier zo staan. Het wordt een fantastische dag vandaag. Er zijn lezingen, er zijn debatten. Net hebben jullie al een voorproefje gezien van dat prachtige meisje met die cello. Die zal van binnen nog een veel betere akoestiek hebben dan hier buiten. En oh, wat kan ze mooi spelen. Jazeker. Zij zal nog... Precies, zij doet ook twee studies. Ik ben de eeuwige student. Een eeuwige student, tot in de toekomst. Kom met ons de eeuwige student uithangen. Tot in de toekomst. Voor de toekomst. Voor een kennistoekomst. Waar iedereen slimmer, wijzer en beter en plezieriger kan worden. Dank jullie. Ik hoor net van de programmering dat er nu een documentaire wordt getoond. Dat is, als je naar binnen loopt, wordt meteen aangegeven in welke zaal dat is. Dus het programma is al van start gegaan. Dus ik wil jullie allemaal heel erg hartelijk uitnodigen om naar binnen te gaan. Dank jullie wel.